Oh, dit is echt de eerste Bolgers Live aflevering waarin we alleen maar bier uitpakken. Okay. Het is een plaatje van eten. Yeah. En Peter gaat... Cornogs. Een plaatje van Cornogs. Ik ben Cornogs. Lieke. Niet echt mijn voornaam. Lieke of Lieke? Ik ben Lieke. Ik ben 16, sinds kort volg ik jullie alle films op Cinemates, podcast, World Cinemates en natuurlijk de Kelvlog. Ik ben niet echt big fan van jullie, maar ik vind het wel echt tof wat jullie allemaal doen. Nou, rot me lekker op met die brief dan. Nee hoor. Op de tijd van podcast live een beetje doven werken, ik ben een tijdje examens. Engels was niet zo goed, maar sinds Cinemates kijk wordt het dan beter. Zie je het verschil? Wow, hij is best wel goed man. Hij is sick hè? Zo. Sick. Alleen ik mis nou een plekje dan hoor. Teken hem er wel een bij joh. Nee, grapje. De rest van je leven heb je niet, hè? Hoop ik. Jij hebt er ook in. Wow, my brother! Heb ik die kleur ogen eigenlijk? Jij bent mooier hier dan in het echt. Maar ik heb die kleur ogen niet. Of wel? Wat voor kleur ogen heb ik? Ik vind dat ik deze... Kleur ogen? Groen? Wat heb ik? Ja, wow. Ik weet het nooit. Donkergroen. Blauw-groenachtige... Ik weet gewoon nooit wat voor kleur ogen ik heb. In-betweener ben jij. Niet van oog. Nou? Groetjes Lieke. Hier een dingetje voor corndogs, voor je corndogs maakt. Maar het zou toch niet de echte zijn, want het is met knakworsten. En corndogs met knakworsten, is fijn me, is geen corndogs. Knakworst. Ik vind jullie helemaal geweldig. Jullie zijn, dit is de tekenaresse. Deze gaat aan de muur. Ik denk dat deze aan de muur gaat. Dit aan de muur, zeker. Deze gaan zeker aan de muur. Ik stuur deze brief niet alleen om dit te zeggen. Ik heb voor jullie schaamte. Echt een Cinemates portret getekend. Ik was ook bij Piet. Ik heb jullie ook digitaal getekend. Ik wilde vragen of ik alsnog jullie handtekening kan krijgen. En enveloppen en de kaart zit in de brief. Goed, Melissa. Melissa, mag je hartelijk danken voor je tijd die jij hebt gestoken in het tekenen van mijn hoofd en Peters hoofd. Is dat lieve Kelvin en Peten. Wat lach je nou? Wat zie je nou te lachen? Dit is echt lullig, man. Jij vergelijkt deze met die. Ja, maar... Dit was Picasso. Dit is Van Gogh. Monet. Waarom lach je? Ik lach omdat Peter lacht. Dit is echt niet lekker. Dan gaan we door met mijn brief.